Hallo allemaal, welkom op mijn kanaal, welkom bij deze nieuwe video en welkom in Mike's creatieve wereld. Zo, welkom bij deze nieuwe review en in deze review het allernieuwste garen van scheepjes. Het is echt vers op de markt gekomen. En het is zo ontzettend mooi. Echt. Een nieuw garen in de Crafters label van scheepjes. Dit label, deze kleur, dat valt altijd onder de Crafters label. En dit is sokkengaren. Hoe gaaf is dat? En wat me ook al gelijk opvalt bij de effenkleur is dat het lijkt wel een soort van glans te hebben ook. En dat maakt het eigenlijk nog vele malen mooier. Echt, wauw. Het zijn grote bollen. Scheepjes heeft natuurlijk al sokkengaren op de markt gebracht onder het label, het witte label. Dat is dus de wat luxere variant van de garens. Het witte label Metropolis en Downtown. En dat zijn 50 grams bolletjes. En zo uit mijn hoofd 6 of 7,95 per bolletje. En om een paar sokken te maken heb je dan 2 bolletjes nodig. Dit is het allernieuwste garen. Het allernieuwste sokkengaren van scheepjes. En dit is het Crafters label. En deze bol gaat voor 7,95 ook. En het mooie is, dit is een 100 grams bol. Met 396 meter op een bolletje. Geschikt voor een naald 2,5 tot 3 mm. Zowel haken als breien. Want sokkengaren hoef je nooit altijd alleen maar te breien. Kun je ook mee haken. En de samenstelling is 75% superwash virgin wool. En 25% polyamide. Echt heel erg mooi. Het is ook echt ontzettend zacht. En ik las ook al op de site van scheepjes dat dit garen eigenlijk nog wat zachter gaat worden naarmate je het gaat gebruiken. Ook tijdens het breien of haken, net wat je ermee gaat doen. Maar nu op de bol voelt het al echt ontzettend zacht aan. Nou, de Arcadia is geïnspireerd op gebergtes. Je ziet het al op het label staan ook. En dit is dan het kleurtje Oasis 906. En de effenkleur is Delta 805. Ik zeg wel gebergte, maar voor mij gaat het meer over dingen die je tegenkomt met wandelen. Want dat zag ik op de site van scheepjes staan ook. Dat zou ik wel zeggen, vertrek lekker je wandelschoenen aan en geniet van de natuurlijke eigenschappen van de wol. En dat is ook leuk om te vertellen. Het is de eerste echte dynamische collectie van scheepjes. En dan zul je misschien afvragen van dynamisch, wat houdt dat precies in? Nou, dat houdt in dat deze garens zich gaan ontwikkelen op basis van trends. Populariteit en dat soort dingen. Dus in de toekomst kunnen er kleuren toegevoegd worden. Maar het kan ook wezen dat bepaalde kleuren gaan verdwijnen. Omdat die misschien minder in trek zijn, minder verkocht gaan worden. Dus dan gaan ze verdwijnen en dan komen er andere kleurtjes in. Die komen er dan bij. Dus dan heb je echt een dynamische collectie die is continu aan het veranderen is. Continu zichzelf aan het aanpassen is op wat dat op het moment op de markt speelt. En dat is wel echt heel mooi, vind ik. Daarmee gaan ze dus ook echt heel veel voldoen aan de vraag van ons als consumenten en als craftersmakers. Dat is wel gewoon echt heel erg mooi. Ja, hier zie ik het staan. Van Arcadia krijg je zin om je wandelschoenen aan te trekken en de frisse lucht in te gaan. Te genieten van de ruige bergen in het noorden tot de uitgestrekte savanne in het zuiden. Arcadia neemt je mee op een sokkenbreiavontuur om nooit te vergeten. Echt weer, hoe bedenken ze het elke keer, hè? Bij scheepjes, echt. Ik vind het zo mooi en bijzonder altijd dat ze gewoon echt zoiets heel moois rondom een garen
kunnen creëren ook. Dus dat hebben ze dus ook bij deze nu weer gedaan. Arcadia is verkrijgbaar in 12 verschillende kleursamenstellingen. En daarvan zijn er 7 zelfstrepend. Dus dat zijn deze bollen, die zijn zelfstrepend. Daar heb je 7 varianten van. En van de effenkleuren heb je 5 varianten. Momenteel dus op het verschijnen van dit garen. In de toekomst kunnen daar dus nog veel meer kleuren bij gaan komen. Of bestaande kleuren eventueel gaan verdwijnen. Dat maakt het dus dynamisch. Het is echt zo ontzettend zacht. Echt, wauw. En het fijne is dus dat scheepjes dus nu met dit garen ook het middensegment gaat aanpakken. En dus ook voor de wat kleinere buidel, zeg maar, sokkengaren op de markt brengt. Dus in 100 grams bollen, dat zeg ik, de Metropolis en de Downtown. Dat zijn 50 grams bolletjes en er zit zo in mijn hoofd volgens mij 200 meter op een bolletje. En die zitten dus tussen de 6 à 7,95 per bol. En om een paar te maken heb je dus wel 2 bolletjes nodig. Nou, hier heb je dus met 1 bol, 7,95, voldoende om een paar sokken te maken. Dan kun je er dus voor kiezen, bijvoorbeeld om een compleet egale sok te gaan maken. Maar je kan er ook voor gaan kiezen om een zelfstrepende variant te gaan pakken. En dan bijvoorbeeld je teen, je boord, je hiel in een effenkleur te gaan maken. Dus dan creëer je nog veel meer mogelijkheden met dit garen. Nou, deze twee die zijn dus prima te combineren met elkaar. Want je ziet al, het kleurtje komt ook in het zelfstrepende van het garen terug. Dus deze kun je in principe natuurlijk dan perfect combineren met elkaar. Maar je kan het zo bont maken als dat je zelf wilt. Want er zijn echt genoeg kleuren om uit te kiezen. Je kan er dus bijvoorbeeld voor kiezen ook dat je dus deze blauwe variant gaat nemen. En dat je er bijvoorbeeld, laten we gek doen, geel boord, gele hielen en gele tenen inzet bijvoorbeeld. Dat het echt lekker gaat knallen of wat dan ook. Dus het biedt ontzettend veel mogelijkheden qua maken van sokken. Ja, het voelt gewoon echt ontzettend zacht aan. Scheepjes heeft ook bijvoorbeeld de Invicta sokgarers. Die vind ik zelf persoonlijk altijd wat prikkerig aanvoelen. Dat is bij deze dus echt niet het geval. Dit is gewoon echt een heerlijk zacht bolletje. Als je ervaring hebt met de Metropolis of de Downtown, dan weet je hoe zacht het sokkengaren kan zijn. Nou, die zijn echt extreem zacht. Deze zijn ook heel erg zacht, maar ietsjes ruwer voelen ze aan. Maar dat is echt heel minimaal. Het voelt gewoon wel echt gewoon heerlijk zo aan. Dus echt een hele mooie toevoeging aan de ja, lijn sokkengarens van scheepjes. En wat dus gewoon echt heel mooi is, deze lijn zelfstrijpend met even kleurtjes. Een dynamische collectie, wat dus betekent dat er kleuren bij kunnen gaan komen, kleuren verdwijnen kunnen. Het gaat zich volledig aan de markt aanpassen en dat is gewoon echt ontzettend leuk. Ja, sokkenbreien, daar ben ik nog niet zo'n enorme grote ster in. Dat gaat ook nog niet echt heel erg snel. Dus ik kan jullie nog niet echt een voorbeeld gaan laten zien van hoe ze eruit zien. Nou, op de site van Scheepjes vind je alle informatie terug over dit garen. En dan vind je ook een aantal voorbeelden terug van wat ze ermee gemaakt hebben. Er zijn ook wat patroontjes verschenen passende bij dit garen. Dus ga gewoon eventjes bij Scheepjes op de site kijken voor meer informatie en voor wat voorbeelden. Ja, ik ben nu eigenlijk, zoals ik het al op de bol voel, groot fan hiervan. Echt, Metropolis Downtown vond ik al echt een heerlijk fijn draadje om te voelen. Maar deze is ook echt super fijn. En wat is gewoon ook echt een heel groot voordeel is, het is het crafters label. Aan 1 bol heb je in principe genoeg om een paar sokken te maken. Pak er eventueel een tweede effenbolletje bij. En dan kun je dus gewoon echt helemaal losgaan met het breien van sokken. Echt zo ontzettend leuk. Het gaat echt ontzettend veel mogelijkheden bieden. Echt,
Het kriebelt bij mij al om er gewoon echt lekker mee aan de gang te gaan ook. Maar ja, ik ben niet van de hele lange sokken. Dus het worden waarschijnlijk kousenvoetjes. Maar daar kunnen natuurlijk ook prima mee doen. Dus ik ga er in ieder geval wel lekker mee aan de gang. Ik ga eventjes een ander paar sokken afmaken wat ik heb. En dan ga ik echt hier eventjes lekker een paardje meemaken. Ik ben echt heel erg benieuwd. Dus dat gaan jullie in de toekomst in ieder geval op mijn kanaal zien verschijnen. En zorg ervoor dan dat je geabonneerd bent op mijn kanaal om dat niet te missen. Abonneren is helemaal gratis, dus klik vooral eventjes op de abonneerknop om te abonneren op mijn kanaal. Als je op de abonneerknop geklikt hebt, dan verschijnt er ook een belletje. En als je daar dan nog eventjes op tikt, krijg je in het vervolg ook nog een melding als er een nieuwe video verschijnt. En dan blijf je dus lekker op de hoogte van alles wat zich afspeelt op mijn kanaal. En mocht je deze video leuk gevonden hebben, duimpje omhoog wordt ook enorm gewaardeerd. Want ook daarmee helpen jullie mee om het kanaal te laten groeien. En daar maak je mij ook weer echt heel erg happy mee. En mocht je dit garen eventueel willen gaan kopen, €7,95 dus per bolletje. En in de beschrijving van deze video zet ik ook eventjes een linkje naar Caro's Atelier, waar ik mee samenwerk. Bij hun kun je dit garen ook aanschaffen. Ja, en als je dus bij Caro's Atelier via mijn linkje gaat shoppen, dan geef je mij ook een klein steuntje. Want over het bedrag wat jij uitgeeft bij Caro's Atelier krijg ik dan een kleine commissie. Zonder dat het jou wat extra's kost. Daarmee help je mij dus weer mee om dit kanaal lekker verder te laten groeien. Zonder dat het je wat extra's kost. Voel je uiteraard vrij om de link te gebruiken. Mocht je het ergens anders willen gaan kopen, wees vrij. Voel je niet verplicht om mijn link te gebruiken, maar wil je mij een klein steuntje geven, zou ik het dus enorm waarderen om het via mijn linkje te gaan doen. Dus tot over Arcadia. Echt weer een hele mooie nieuwe garenlijn. Garenkwaliteit bij scheepjes. Echt zo mooi. Ik zit er ook de hele tijd aan, omdat het ook gewoon echt zo lekker zacht is. Het echt. Ervaring leert inmiddels dat behoorlijk wat sokken garen is toch altijd als je het aanvoelt. Dat je denkt, het prikt een beetje. Dat is bij deze dus gewoon echt niet het geval. Het voelt gewoon echt zacht aan. Waardoor ik het gewoon de hele tijd aanraken wil ook. Dus dat is wel echt heel erg fijn. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie hiervan vinden. Laat het vooral eventjes weten in de reacties onder deze video. Zou je dit garen ook willen gaan gebruiken om sokken te gaan breien? Wat voor combinaties ga je er misschien mee maken? Je kan er natuurlijk ook eventueel sokken mee haken. Hè? Mocht je geen breiervaring hebben, kan je er ook sokken mee haken. Ook erg leuk om te gaan doen. Misschien dat ik het eens een keertje ga doen. Dat ik sokken ga haken. Ja. Leuk. Ik ga er even over nadenken. Maar laat het gewoon even weten in de reacties. Wat jullie ervan vinden. En of jullie er ook lekker mee aan de gang willen gaan. Het kriebelt bij mij in ieder geval om ermee aan de gang te gaan. Dus dat gaat echt zeker weten een keer gebeuren. Ik ga jullie in ieder geval voor nu danken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben gehad. Ga je ermee aan de gang. Heel veel plezier ermee. Geniet er lekker van. En ja, we gaan elkaar sowieso weer terugzien in een andere video van mij. Dus in ieder geval voor nu ontzettend bedankt voor het kijken. En we zien elkaar graag terug in een andere video van mij. Dus tot dan. Doeg!